Ja jongens, hier dan een stukje over het CJIB. We maken allemaal eens een foutje en krijgen dan netjes een boete binnen van het CJIB. Die willen we betalen, maar het komt niet altijd uit. Aan het einde van de maand moet je wel eens je kinderen eten geven of die boete betalen. En dan zou ik ook voor mijn kinderen kiezen. Helaas, het CJIB is niet zo soepel en geeft 100% boete daarbovenop. Welke ondernemer kan aan zijn klant 100% boete vragen als hij niet op tijd betaalt? Moet jij als winkelier zijnde, moet jouw leverancier zeggen, ja, je was laat met betalen, dus we maken er geen 500 euro van deze levering, maar 1000. Nou, dan kan je schudden. Dan komen we eigenlijk op het volgende. Als jij als consument een contract wil opzeggen of een abonnement wil opzeggen en jij verstuurt geen aangetekende brieven, komen ze op wonderbaarlijke wijze nooit aan. Nou, ik heb hetzelfde geval met het CJIB. Ik krijg vaak alleen een aanmaning, een tweede of een derde, terwijl ik de hele eerste beschikking nog niet gezien heb. Ja, PTT rommelt wel eens, er verdwijnt wel eens wat. Dus, wat gaan we doen? We vragen om een nieuwe eerste beschikking. En we kijken hoe het CJIB daarop reageert. Welkom bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Voor Nederlands. Nou, hier gaan we. Ja, goeiedag Joeke, spreek met André. Zal ik anders het CJIB-nummer gelijk even geven? Ja, graag. Gezet 9062. Ja. Ik ga hem even herhalen hoor. Ja. 9062. Ja. En mag ik ter controle de geboortedatum? Ja. Nou, en daar bel ik juist over, want ik krijg hier een tweede aanmaning, maar dit is de eerste brief die ik van jullie ontvang. Oké, okay. En wat is het adres? Oké, okay. Nou goed, wat ik dan voor u ga doen, dat is de verhoging voor u eraf halen. Oké. En dan ga ik ervoor zorgen dat even de eerste brief alsnog naar u toegezonden gaat worden. Nou goed, u krijgt binnen 4 weken even de nieuwe beschikking. Daar staat dus ook het originele bedrag op van 31 euro plus 7 euro administratiekosten. Okay. Dus het bedrag wat betaald dient te worden is 38 euro. Er staat verder ook wel op de brieven aangegeven. En die ontvangt u dus binnen 4 weken. Nou, fantastisch. Dan is dat zo denk ik opgelost. Ja. Hey, de rest mij niks anders dan u een heel prettig weekend te wensen. Hetzelfde. Hey, dank u wel. Hoi hoi. Klaar.